Het is zondag 24 april. Hartelijk welkom bij Rijnmond Nieuws. Het is zover. Feyenoord speelt de bekerfinale tegen FC Utrecht. NK Bodybuilder wordt vandaag gehouden in Schiedam. En Rotterdammers kunnen hun vrijmarktspulletjes laten taxeren. En het weer voor morgen. Maandag is er veel bewolking en er vallen talrijke buien, soms met hagel. De matig tot krachtige wind komt uit het westen tot noordwesten. En de maximumtemperatuur ligt rond de 8 graden. Rotterdam staat in de startblokken. Om 6 uur wordt in de Kuip de aftrap gegeven voor de bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht. Bij de Kuip is sportverslaggever Sinclair Bisschop. Sinclair, de Kuip zal al lekker vol lopen, neem ik aan. Ja, de hele dag al supporters van en Utrecht en Feyenoord. Die lopen gezamenlijk door elkaar. Ja, de sfeer is echt geweldig. 18.000 Utrecht supporters zijn er naar Rotterdam gekomen. Ja, en ik heb echt veel Feyenoord supporters ook gezien. De verwachting is dat er toch wel meer Feyenoord supporters zijn. Nou, achter hoor je ook Den Haag supporters hier. De sfeer is gelukkig nog goed. En die wedstrijd gaat daar ook inderdaad om 6 uur beginnen in een bomvolle Kuip. Belangrijk om te weten natuurlijk, Sinclair. Wat kun je vertellen over de opstelling bij Feyenoord? Nou, zojuist zijn de opstellingen vrijgegeven bij Feyenoord. Toch wel de verwachte elf. Betekent dat Teres Kongolo, die lange tijd geblesseerd was met een hamstringblessure aan de kant. Maar afgelopen woensdag bij Heracles Almelo kon hij in ieder geval alweer een helft meespelen. Hij keert terug in het elftal en speelt op de linksbackpositie. Ja, voor de rest eigenlijk geen verrassingen. Betekent dat Toornstra rechtsbuiten gaat spelen. Spits gewoon Kramer. Elia aan de linkerkant. Kuit op 10. Nee, Feyenoord eigenlijk met de elf die we al hadden verwacht. En Sinclair, wat vang jij op over de kansen voor Feyenoord? Ja, normaal gesproken zou je toch moeten zeggen dat Feyenoord favoriet is. Hè? Feyenoord in toch de eigen Kuip. Ondanks dat er natuurlijk niet alleen maar Feyenoord supporters zijn. Maar goed, in de competitie heeft Feyenoord ook al 2 keer van Utrecht gewonnen. En ook op de ranglijst staat Feyenoord boven Utrecht. Dus laten we het houden op een kleine overwinning voor Feyenoord. Dankjewel Sinclair Bisschop. We spreken je weer om 7 uur. En voor de fans voor wie geen plek meer was in de Kuip, is op het Rotterdamse Stadhuisplein een fanzone ingericht. En daar is verslaggever Frank Stout. Frank, hoe is het sfeertje daar? Ja, nog steeds hartstikke goed, Suzanne. Om 12 uur waren hier de eerste mensen. Toen al een paar honderd man. Dat werd om 1 uur nog drukker, om 2 uur nog drukker. Toen in totaal 2.000-3.000 mensen. In totaal kunnen hier 6.000 mensen. Nou, zoveel zijn er niet geweest. Het is ook een gebied waar niet iedereen naartoe kan. Hè. Je moet gefouilleerd worden, je tassen worden gecontroleerd. Maar gelukkig gaat alles heel erg gemoedelijk. Hè. Mensen drinken een biertje, ze drinken er nog één. En ja, ze genieten van de zon en van elkaar. Hoe schat je het in, Frank? Kunnen de mensen die daar zijn de wedstrijd straks goed zien? Staan er grote schermen of zo? Nou, dat gaat inderdaad wel een probleempje worden, vrees ik. Want er is geen groot scherm, daar is geen toestemming voor gegeven. Dat heeft onder andere met veiligheid, maar ook met rechten te maken. Dus er zijn wel een aantal gewone tv-schermen, die staan hier in de kroegen. Maar ja, daar kunnen lang niet al die duizenden mensen naar gaan kijken natuurlijk. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe dat hier gaat. Ik denk dat het om 6 uur een stuk minder druk is dan dat het nu is. We gaan het horen van je. Dankjewel Frank Stout, want we zien ook jou weer terug om 7 uur. Al vanaf vanmorgen vroeg is Rotterdam druk met de voorbereidingen voor de bekerwedstrijd. Zo'n 700 politieagenten zijn ingezet om de boel in goede banen te leiden. En duizenden voetbalfans werden met bussen, treinen en zelfs met boten naar de Kuip gebracht. Geloof het of niet, begin de middag kwamen al meer dan 600 fans van Utrecht aan per boot vlakbij de Kuip. Heren, hebben we er zin in? Nou zeker, we gaan ervoor. Hè? Wat denkt u mevrouw? 1-2. En die kakkelakken hoeven niet te winnen. Akelige club. Kut kakkelakken. Ja, de sfeer zit er goed in. Op weg naar de Kuip. Nu hebben ze er allemaal nog zin in. Maar ja, zij weten natuurlijk nog niet wat komen gaat. Wat wij al weten. Maar veel Feyenoord-fans van buiten Rotterdam kwamen per trein aan op Rotterdam Centraal. En als je dan op Rotterdam Centraal komt, ja, dan koop je natuurlijk een sjaaltje. Zoals deze heren. In de Feyenoord Fanshop. Is een sjaal nog even gekocht, meneer? Ja, meneer. We hebben even een sjaal gekocht. Nog even het laatste moment? Ja. Even als Feyenoord fan, even een nieuw sjaaltje aangeschaft. En nu naar de Kuip? Nee, we gaan naar het Beursplein. We hebben geen kaartje kunnen krijgen. Dus dat is jammer. Maar dan in de stad maar vieren? Dan gaan we het in de stad vieren. Yeah. Yo, we gaan winnen.
En zij zijn niet de enigen die niet naar het Feyenoordstadion kunnen. Velen vierden het feestje in de stad. De politie heeft zo'n 700 man op de been om alles goed te begeleiden. Zo is er veel ME en is er tassencontrole, zoals hier op het Stadhuisplein. Een hoop politie dus en ME om dit feestje in goede banen te leiden hier op Stadhuisplein. Maar uiteindelijk hopen we natuurlijk allemaal dat we daar op het bordes het echte feestje mogen vieren. Zo is dat. We gaan even uit de sfeer van de bekerfinale in Rotterdam en richten onze focus voor een moment op rollende spieren en glimmende lijven. Want in Schiedam wordt dit weekend het NK Bodybuilder gehouden. Bodybuilding! Ik zie hier heel veel mannen met ontbloot bovenlichaam, maar jij hebt gewoon al je kleding op. Ja, de verrassing komt straks als ik op het podium ga. Ik moet nog niet te veel bloot geven van jezelf. Om 2 uur moet ik op. En dan gaan we straks om 1 uur gaan we opwarmen. Althans, eerst nog een beetje bijbruinen. Opwarmen. En dan om 2 uur gaan we knallen. Wat ben je aan het doen precies? Laatste laagje bruining er even op aan doen. Je doet het echt met een verfroller. Ja, dus dat ik deze nog thuis had. Maar het rolt makkelijker uit dus. En anders doen we het met een spons. Ik denk dat te veel vrouwen wel met me willen ruilen. Ja, zenuwen komen nu wel een beetje. De gezonde spanning, zeg maar. Maar het kan nu. Nu mag het toch gelijk komen eigenlijk. Ik kan niet meer wachten. Ja, je hebt er natuurlijk wel heel hard voor gewerkt, hè? Wat is je dieet geweest bijvoorbeeld? Ja, vis, eieren, pasta's. Dat was mijn dieet. En dat 8 maaltijden per dag. En hoeveel uur zat je in de sportschool elke dag? Nou, overdag is het ongeveer 2 uur. En dan moet je nadenken dat ik 's ochtends voordat ik als ik ga werken, is nog 1 uur cardio. En 's avonds voordat ik ga slapen nog 1 uur cardio. Dus ik ben totaal 4 uur bezig per dag met mijn hobby, sport. Way of life, zo noemen we het ook wel. Als het vanavond afgelopen is, of je nou wel of niet winnaar bent. Morgen eten. Morgen eten, wat eet je dan? Alles. Waar heb je het meest naar verlangd qua eten? Pindakaas. De geheime tas. Het allerlekkere ding. Wow, wacht even. Ik zie ook iets heel anders. Ik zie een Jack Daniels fles. Dat is voor net voor het podium op, dat je wat relaxer bent. Dan kijk, chocola. Maar dit is toch mijn dingetje hoor. Pindakaas met nootjes. Ja, dat is voor allemaal straks als we klaar zijn. Alleen maar slechte dingen. Ja, maar daar verlang je ook naar. De lekkere dingen. En we gaan het eigenlijk echt zien. Ik ben echt benieuwd. Ik heb je nu op pompen, hè? Ik ga me zo opwarmen, ja. En dan gaan we zien. Kunst of waardeloze rommel? Kringloopwinkel Piek Fijn uit Rotterdam-Alexander huurde met het oog op de vrijmarkten bijvoorbeeld op Koningsdag dit weekend een professionele taxateur in om de waarde van allerlei spulletjes in te schatten. Iedereen mocht langskomen en daar werd door ruim 100 mensen gehoor aan gegeven. Hitler die hield heel erg van kunst. En omdat iedereen zijn kunst wilde bewaren, schilderde ze eigenlijk al die namen altijd af. Toen dacht ik, hé, dat ziet er heel interessant uit. Toen heb ik hem gekocht eigenlijk, op de rommelmarkt. Waar heeft u hem vandaan? Een pand wat leeg ging. En hij stond op de nominatie om gewoon in de container gegooid te worden. U heeft tekeningen van Rembrandt meegenomen? Jawel, die had ik gevonden op een rommelmarkt. En ik denk, nou, misschien zijn ze het. Het zijn vaak de verhalen die vanuit de familie al bestaan over het bezit dat ze dan hebben. En ze willen dat dan op de een of andere manier natuurlijk nalaten kijken, checken. Hier staat natuurlijk een hele beroemde naam onder, Rembrandt. Maar het punt is dat ik hier helaas van moet zeggen dat het reproducties zijn. Geen echte en ook niet eens echte etsen. Helaas. Dat is wel een flinke teleurstelling. Nee, niet echt. Het scheelt ongeveer 50.000 euro geloof ik. Zei hij. Ja, want wat is het nu waard? Helemaal niets. Oh, ja. We zitten nu vlak bij Koningsdag. Dat is eigenlijk het moment dat iedereen ook hun spullen op straat gaat zetten. En daar zijn dit soort dagen natuurlijk buitengewoon handig voor. Ik denk als je daar een handelswaarde aan toekent, dat zo'n stuk tussen de 600 en de 1000 euro waard is. Verkopen mag ik hem toch niet, want mijn wederhelft vindt hem zelf veel te mooi. Dus. U beslist thuis, neem ik aan? Nee, niet met dit soort dingen. Oh.
En tot zover deze uitzending van Rijnmond Nieuws. Om 7 uur zijn we terug met een update vanuit de Kuip en vanuit de binnenstad van Rotterdam. Volg in de tussentijd de bekerwedstrijd via Radio Rijnmond, rijnmond.nl en onze app. Tot straks, 7 uur.